Het regent penalties in Twente en Amsterdam. En hoe kijkt Bertel te Avens terug op de abrupte stop van zijn profvoetbalcarrière? Het is 19 augustus. Dit is de eerste helft van 1-2 de voetbaltijd met René Wagelaar en Bertel te Avens. Heren. Goedemorgen. 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 Je zei al, we zitten al wel eventjes. Oh, de start even. De start ging gezellig, moeizaam, man. Ah, nee joh. Goede referenties van vorige week. We hebben goede reacties gehad. We of jou? Nieuwe presentator, hè? Ja, maar we hebben reacties gehad. Mensen vonden het leuk. Ik heb wat fotootjes gehad, ook van mensen thuis die aan het kijken waren, die mij dat toestuurden. Dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Vonden ze het ook inhoudelijk? Had ik wat te vertellen? Dat is het belangrijke. Ik kijk nooit op social media. Er zijn altijd weer mensen die kijken daar de hele dag op. Ik kijk niet. Ik doe dat. Je hebt niks. Dat ook allemaal niet, hè? Nee, ik heb helemaal niks. Ik wil er ook niks van weten. Want het zijn allemaal anonieme gasten die zich melden. En allemaal van die domme verhalen. Internetridders wil jij ze nog wel eens noemen. Ja, heel erg. Maar jij hebt het wel gezien. Ja. Maar jij appte mij een stukje door zelfs van heel positief. Dus dat is wel leuk voor jou. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook leuk. Het nieuwe seizoen is dus weer helemaal onderweg. En dat betekent ook dat we de volgende gast hebben. Ik weet niet of zit jij een beetje op internet? Ben jij een beetje een Instagrammer, TikToker? Nee, ik ben geen TikToker. Die afslag heb ik wel gemist. Ja, ik zit al een beetje. Ja, dat is mijn dochter meer. Dus, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb alle reacties op jou niet. Ik heb het allemaal door. Bertel te Avens, leuk dat je er bent. Ja. Oud voetballer van FC Twente, ook Borussia Mönchengladbach nog meegemaakt in Duitsland. Ja. Begonnen bij SVZW in Wierden. Klopt. Daarna nu trainer, volgens mij TVC 28, te bergen. Zijn ze daar allemaal FC Twente gek en Heracles gek in die regionen? In Tubbergen bedoel je? Nou, in Tubbergen zijn ze echt wel Twente gek. Een jongen uit Almelo erbij. En die is echt Heracles. Ja. Maar dat kan ook allemaal. Dus er wordt een beetje geplaagd onderling. Ja, zo nu en dan. Maar de meeste zijn echt allemaal Twente. En zoals afgelopen dinsdag speelde Twente Salzburg. En dan gooi ik wel even de training eruit. En die verplaats ik wel even naar woensdag. En dan kunnen ze wel. Hebben ze niet in de kantine gekeken? Sommigen kijken in de kroeg. En de anderen kijken in het stadion. Dus daar moet je wel rekening mee houden als je trainer van TVC bent. En ik denk ook wel trainer bent van. Ja, een club hier uit de regio, zeg maar. Maar het is mooi, Bertel. Dat is vierde divisie nou. Ik ken ze nog dat ze in de vierde klasse amateur zaten. Dus die hebben zich aardig opgewerkt eigenlijk. Het is een mooie club geworden. Een mooi complex. Ziet er goed uit. Zeker. Nieuwe tribune. Hoe lang zit je daar nu? Hele mooie nieuwe tribune. Dit is mijn tweede jaar nu. En vorig jaar is die tribune gezet. En ik moet zeggen, al die vierde divisie clubs die komen, zeg maar, zoals Excelsior, Scherpenzeel, Roda Raalte. Die komen allemaal op het terrein op. Die zeggen, wat is dit voor een fantastische accommodatie. Ja, en dat is het ook. En heel veel sponsorborden erbij. Is de hoofdveld kunstgras? Ja. Dat is minder, maar ja. Ik vind dat prima. Je maakt een mooi bruggetje. We gaan zo meteen nog even verder praten over het voetbal en Bertil. Maar je maakt het bruggetje zelf al. Je zei kunstgras. Want we hebben de aftrap van Wagelaar. Jij wou beginnen met. Nou, deze foto, dat was een verademing voor mij in juni toen ik het zag, of in mei, eind mei. Dat Heracles dus van de kunstgras af is. Ik heb me daar 15 jaar mateloos aan geërgerd. En Jan Smit was de voorzitter toen nog. En die probeerde maar overal de mensen wijs te maken dat hetzelfde was als gewoon gras. Omdat de sponsor dan van kunstgras hield. Maar het leek helemaal nergens op. In de wintermaanden, hoe de bal doorglijdt, Bertel zal het ook als geen ander weten. Het lijkt gewoon nergens op kunstgras. En zeker niet voor betaald voetbal. Als je het in de amateursector doet en bij de jeugd vind ik het goed. Dat is goedkoper dan toch? Nou, je kan er ook op leren wel. Als je kleintjes op kunstgras doet en alles. En niet op die hobbelige velden in de winter. Maar dit leek nergens op bij Heracles. Het was altijd een schaatsbaan. En nu is het echt gras geworden. Er lag gisteren nog wel wat los. Maar dat gaat zich wel snel hechten. Ik vind dit een prachtige ontwikkeling. Ja, ben je blij? Je bent dus echt blij dat het weg is? Ja, Jan Smit weg en kunstgras. Allebei. Allebei. Ja, dus je hebt gewoon een goede periode. Dus. Ja, nee, dat is hartstikke mooi, man. Dit is goed voor de club. Dat is prima. We beginnen altijd met het voorstellen van de gast. En dat doen we met een vragenvuurtje. Mm-hmm. Daarin stellen we een x-aantal vragen. Daar willen wij een kort antwoord op hebben. En een paar zullen we dan uitlichten. Goed. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Kijk eens aan. Als ik niet geblesseerd was geraakt, had ik nog hoger op gevoetbald dan destijds? Nee. Welke club uit jouw carrière koester je het meest?
met Twente. Wat vond jij het moeilijkste aan profvoetballer zijn? In die tijd wel de alles eromheen, buiten het veld. Als ik assistent trainer zou kunnen worden bij FC Twente of Heracles, zou ik dat meteen doen? Ja. Wat mis je het meest aan het profvoetbal? De wedstrijden en de kleedkamer. Welke club had je nog willen vertegenwoordigen? Eigenlijk had ik nog wel echt in de eerste Bundesliga bij Gladbach willen spelen. Wat ik niet heel erg veel heb gedaan. Dus ik had eigenlijk nog wel 2 jaar daar door willen gaan en op dat niveau willen spelen. Heb je een transfer niet gemaakt waar je achteraf spijt van hebt? Spijt niet, maar ik kon toen ik jong was kon ik naar Valencia. Maar daar zaten zoveel haken en ogen aan dat ik achteraf ben ik eigenlijk wel blij dat ik het niet gedaan heb. Maar dat is natuurlijk, ja, dat was Valencia, destijds ja. Guus Hiddink. De hoogste divisie toen ook. Ja, was Guus Hiddink trainer. Dat was wel een mooie club. Naar welke trainer in het huidige voetbal kijk je op? Ik vind Peter Bos een hele goede trainer. Zijn ideeën erover. En Arne Slot natuurlijk ook. Daar zie je echt de hand van de trainer terug in het veld. En ook heel snel. Ik bedoel, als je nu al naar Liverpool kijkt, je ziet het al. Dus Arne Slot en Peter Bos. Ja, kort hè. Sorry. Wat maakt het amateurvoetbal zo leuk? De combinatie van presteren en plezier. Je zei in het begin over het geblesseerd raken, dat je niet hoger ook had kunnen komen. Had er meer in gezeten? Nee. Als ik eerlijk ben, heb ik wel eigenlijk op een niveau gespeeld waar ik... waar ik thuis hoorde. En ik had nog wel langer... Voor de mensen thuis nog even, wat voor blessure heeft er uiteindelijk voor gezorgd? Ja, mijn Achillespees was op een gegeven moment een chronische ontsteking zat erin. En ik moest gewoon stoppen. Maar toen was ik 32, dus dan zit je wel gewoon daar waar je moet zijn, zeg maar. Ja, wel in de herfst, maar ik was wel heel erg fit toen nog. Ja, uiteindelijk niet meer op mijn Achillespees na. Maar ik had nog wel 2, 3 jaar misschien door kunnen voetballen. Maar niet nog een hogere stap kunnen maken. Dat weet ik zelf ook. Ik zat destijds bij Gladbach en dat was een... Wat voor club is Gladbach? Je zei het al wel, dat je daar ook goede herinneringen aan hebt gehad. Ja, Gladbach is denk ik een van de top 3, 4 clubs van Duitsland qua historie, ook. Qua historie, maar ook qua supporters. Je kunt heel erg vergelijken met Feyenoord, heel erg breed gedragen in Duitsland. Dus wij gingen op trainingskamp in Oost-Duitsland, ergens in een dorpje, daar weet je niet zitten eigenlijk. En reed de politie nog op de varken. Ja, precies. Maar daar stonden wel 5000 mensen langs de kant te kijken naar onze training. In heel Duitsland is dat gewoon een hele grote club. Ik heb niet in het nieuwe stadion, ik heb nog op de Beugelberg gespeeld, oude stadion, maar dat staat ook altijd vol en dat is gewoon echt een hele mooie grote club. Hoe herinner jij Bertil als voetballer? Een enorm loopvermogen, technisch goed, fijne linkspoot, goede voorzet, koppert, fanatiek. Kortom, zou in het huidige Twente zo mee kunnen. Zijn level was wel subtop Nederland, vond ik, in die tijd. Hij heeft wel verstand van voetbal. Dat zien we uit. Je hebt nog een half uurtje. Ja, maar dat was wel zijn. Ja, wel, natuurlijk waren heel veel voorwaarden om dat level vast te houden. Als je zegt 32, 33, ga je nog een stapje maken. Maar Twente was wel. Het was geen Ajax, PSV, Feyenoord. Nee. Dat zeker niet, maar wel. Maar goed, we speelden toen ook met Twente altijd top 3, top 4. Ja, zat dichtbij. Je zei het al wel dat je de kleedkamer miste. Kun jij eens een verhaal uit de kleedkamer delen? Waarom maakte dat zo leuk? Ja, je bent elke dag met elkaar. Je ziet elkaar vaker dan je vriendin of vrouw, bij wijze van spreken. Dus je zit steeds in die kleedkamer met 20 man. Ja, en het zijn allemaal jonge gasten. En dan op een gegeven moment, het is gewoon gezellig en als de sfeer goed is, zeg maar, in zo'n team. En het valt en staat altijd met presteren, zeg maar. Maar als dat goed is, dan en bleef het in jouw tijd ook langer bij elkaar, Bertel? Van nu heb je elk jaar zeg maar 8 nieuwe of 9 mensen in de selectie als het niet meer is. Maar in jouw tijd bleef het toch iets langer bij de club, of niet?
Jawel. Eenheid. Dat was niet zoveel verloop. Nee, de verloop was wat minder. Ja. En dat kwam toen al wel een beetje, hoor. Je was wel wat hechter, zeg maar, met elkaar. En ik denk dat we ook na die tijd wat meer met elkaar deden dan de jongens nu. Ja. Het was een andere tijd en dat is ook verder helemaal niet erg. Maar we gingen na wedstrijden wel gewoon ook op stap. Wie was de gangmaker toen jij bij FC Twente zat? In de selectie? Ik denk dat Paul Bosveld wel een jongen was die wel de richting aangaf, zeg maar. Hij stond vooraan de Polonaise. Nou ja, dat ook, maar ook qua humor. En goed, dat deden we allemaal wel, moet ik zeggen. En dat is het leukste. Als je elkaar nu weer tegenkomt, is direct weer die sfeer, die is er weer. Boerenbach was erbij. Michel Boerenbach, ja. Michael Mol zat daarbij. Kannebeek, Furens. Heubach. Heubach van Halst. Stelletje schobbeljakken bij elkaar. Ja, best wel. Maar het was wel, ook qua presteren was het gewoon hartstikke goed. En dan is die sfeer in de klik aan ook gewoon goed. En dan heb je het over die voetbalhumor die er is. Maar dat kan iedereen beamen, denk ik, die daarin heeft gezeten. En ik weet niet hoe het nu is, hè. Ik bedoel, het zal... Het zal met de tijd meegegaan zijn, denk ik. Ja, 100%. Dus, hip-hop is TikTok nu. Huh? Ja, nee, maar goed. Het is anders. Het is nu anders en het is ook helemaal niet erg, want het is hoe het is. Ik denk dat er geen grapjes met tijgerbalsem meer uitgehaald worden. Nee, precies. Wij zaten ook anders in de kleedkamer dan Eddie Achterberg destijds in de kleedkamer. Dus wat dat betreft is dat... Maar goede herinneringen dus aan je tijd ook nog bij Twente. Je werkt nu zelf ook nog steeds voor de academie. Ja. Daar ben jij trainer van de onder 19. Klopt. Assistent-trainer. Hoe is dat? Vind je dat leuk? Een beetje met die jonge jongens ook bezig zijn? Ja. Ze vormen tot wie ze worden? Ja, nou ja, precies dat. En vorig jaar, 3 jaar onder 18 gedaan, zeg maar. De afgelopen jaren. Nu is 18 eruit en is 19 erin gekomen. Het is net een leeftijd waarvan... Ja, ze zitten op de drempel van... Aan of afhaken. Ja, aan of afhaken. En dat is wel heel interessant. Wie gaat er aanhaken en wie haakt er af? En je ziet het ook in elke dag in focus hoe die jongens binnenkomen. En die jongens die daar nog moeite mee hebben, die probeer je te beïnvloeden. En niet alleen op het veld door trainingen, maar ook wel buiten het veld. Krijgen ze daar coaching voor mentaal? Absoluut, zeker. We hebben ook iemand lopen als het even mentaal niet goed is om daar zeg maar aandacht aan te besteden. Maar ook wel gewoon in omgang met spelers. Je ziet heel snel van ja, zijn ze gericht op hun ontwikkeling of komen ze binnen elke ochtend en denken nou lekker, kijk maar even. Ik vind het leuk dat ik erbij zit. Ja. Dat moet niet zijn. Je moet daar naartoe willen zeg maar. Ja. En ik moet zeggen, de afgelopen jaren hebben we aardig wat jongens gehad die we af hebben kunnen leveren, nog niet af kunnen leveren bij het eerste. Maar wel die in aanmerking zijn gekomen voor een contract. En ja, daarvoor doe je het natuurlijk. En van daaruit moeten die jongens ook... Laatste stap maar zelf doen. En die laatste stap is kan soms heel snel gaan. Je ziet aan Jandro Zambo nu bij Heracles. Dat is ook een van die jongens. Die heeft al 2 keer divisie achter zijn naam nu. Die heeft er nu al 2 achter zijn naam staan. Was bij Twente nog lang niet aan de beurt. Nee. En vorig jaar is hij gekomen van Ajax, van de jeugd. Ja. En die heeft gewoon een goede ontwikkeling doorgemaakt. En op het goede moment mocht hij even stage lopen. Heracles heeft plek. Dat speelt mee. Ja, die hebben een plek op de buitenkant. Ja. En hij heeft zich laten zien op de training. Boom, contract. En hij is er nog lang niet. Maar hij heeft nu al 2 invalbeurten gehad. Ja. En hij mag nu op een mooi niveau meetrainen bij Heracles. Ja. Dus die is... Daar wordt hij niet slechter van. Ja. Nee. In de tweede helft gaan we het over Heracles hebben. We gaan nu eerst naar de club uit Enschede. Want die speelde gelijk tegen Sparta. Heb je genoten? Nou, ik geniet wel van heel veel wedstrijden, maar deze was een aparte wedstrijd. Want ik had niet verwacht dat Twente zo door de ondergrens zou zakken. En dan praat ik vooral over speeltechnisch. Er waren wat wisselingen genoodzaakt, dat wel. Maar ik vond ze echt matig. Sparta had een blok gebouwd van 5 verdedigers, zeg maar. Daarvoor weer 4, 1 voorop, was Lauritsen. Maar door de uitbraak voetballend kwamen ze best vaak gevaarlijk uit. Een keer op de paal Lauritsen. Twente kwam totaal niet in een spel wat ze normaal gewoon wel kunnen in de grolsvesten, zeker. Dus al met al viel het me tegen en ik hoopte op een kleine overwinning. Maar dat werd op het laatste teniet gedaan door wat persoonlijke fouten die de 1-1 brachten. Maar wel jammer. Vind je van Lauritsen, had hij ook bij Twente gepast? Direct.
vanmiddag nog vastleggen zo in. Laurens is een prima spits, levensgevaarlijk. Kans is bijna goal bij hem, kan goed koppen. Komt ook dat hij 2,40 meter is. Dat heeft er wel mee te maken. Zelfs hij, daar kijk ik zelfs naar omhoog. Ja, uiteraard. Nee, is een goeie. Laurens is goed links-rechts. Ja, is niet snel. Salahdin was een keer 30 meter achter en die ging die diep. Daar moet hij niet van hebben. Maar hij is wel een balvast doorkoppen. Ze gebruiken hem precies, precies waar hij goed in is, zeg maar. Ja. En daar is het spel ook afgestemd van Sparta. En deze vorig jaar al supergoed. En ze zijn er dit jaar gewoon mee verder gegaan, wat logisch is. Dus ik vind het ook een echt enorm goede spits. Ja. Lammers heeft natuurlijk een tikje, zo'n leek schouder uit de kom. Ja, dat denk ik. Als hij liep, hield hem later ook echt zo losjes ernaast. Ja. En heeft al een keer eerder gehad, wat ik weet. En ik hoop dat het snel goed komt, want het is wel een vervelende blessure. Als dat vaker voorkomt, ja, dan moeten ze dat opereren, wel eens uit. Dan moeten ze dat doen natuurlijk. Ja. Dan krijg je een heel ander verhaal. Dan is hij er een tijdje uit. Want je hebt maar één spits natuurlijk. Moet je dan gaan handelen? Want je kan denk ik niet... Ja, je hebt Van Wolfswinkel nog, maar dan ga je dus een Lucas Vennegoor-Hesseling dan een beetje ook voor de leeuwen gooien. Ja, dat is nog te jong natuurlijk voor een basisplek. En die kan wel soms invallen misschien, maar die is er nog niet klaar voor. Dus je zou dan wel iets moeten doen als je Europees een competitie hebt. En je hebt alleen nog Van Wolfswinkel een tijdje. Maar goed, er zijn meer posities waar het piept en kraakt. Achterin heb je Van Horenbeek. Je hebt Brunsmoester, die trouwens heel goed speelde, vond ik. Vond ik heel goed, een van de betere, samen met Oenestal, die dan wel top 2 is in Nederland. Dus maar als Oenestal goed is, betekent dat toch dat je heel veel schoten tegen hebt gehad? Een paar reddingen waren erbij, tegen Salzburg ook al, redde die Twente ook. En ook tegen Sparta, dat is natuurlijk een dijk van een keeper. Maar ook achterin, het is nog niet... Twente mist eigenlijk, dat zei ik voor de tijd tegen Bertel, Twente mist eigenlijk... een paar top 4 spelers. Echte top 4 spelers bedoel ik mee van het level PSV. Daar eentje van. Het is moeilijk. Is heel moeilijk. Maar er zou net een paar sterke ouders bij moeten. Ze hebben geen echte rechtsback. Regeer ze middenvelden. Linksback Salahedin kan. Is net niet. Is geen smal nog. Kuipers. Ja, is ook net geen top 4. Het is allemaal net wat aan de lichte kant. Er zou wat bij moeten waarvan je zegt. Ja, Sadilek graag terug. Maar dat duurt nog even. Er moet net even een paar sterke ouders bij. Maar goed, ben je het daarmee eens, Bertel? Ik denk dat ze nog wel heel erg zoekende zijn naar de goede formatie ook. En als je kijkt, de competitie is net begonnen, dus wat dat betreft kun je er ook nog niet zo heel veel over zeggen. Want vorig jaar, of het jaar daarvoor ging ook best wel wat sterk houden ze weg. En hebben ze een heel goed jaar gespeeld. Ze zijn nog wel zoekende. En dat is wel duidelijk. En zoals tegen Sparta. Sparta die wist ook precies hoe ze Twente wilde bespelen. Dus ook best wel vaak hoog druk. Waardoor Twente snel lange ballen moest spelen. En ja, daar wonnen ze hem vaak niet. Dus ze kwamen ook echt niet in die wedstrijd, zeg maar. En ik moet zeggen, Sparta speelde echt heel, heel erg gedisciplineerd. Maar ook heel erg goed. Ook in de uitbraken. Aan de bal ook heel goed. Dus... Twente heeft nu op dit moment nog niet het vermogen om daar zeg maar doorheen te spelen. Vooral omdat als ze dan in die 5-4-1 staan, heel laag. Ja, om daar met snelle creativiteit. Ja, een precies. Beetje, dat missen ze nu nog wel een beetje. Ja. En ik denk dat de trainers daar nog wel op zoek naar zijn. Qua kwaliteit, dat moet zich uitwijzen. Hoe dat team. Ja, precies. Dus die heeft eigenlijk al alles in zich om een goede buitenspeler te zijn. Heel veel dreigingen. Ja. Als zijn keuzes op laat zijn soms nog, dat ik denk van nou, als je nu even kijkt van wie er vrij staat, dan is het wel veel een goal, snap je? Ja. Dus, en dat heeft Taha ook wel een beetje. Ja. Het zijn natuurlijk wel in potentie wel goede spelers. Tuurlijk, Taha was bij Zwolle een van de betere in de jeugd ook. Ja. Dus ze zijn nog zoekende, denk ik. Maar Bertel, dan komt het ook weer aan, zoals met Taha bijvoorbeeld. Die komt bij een grotere club terecht. Een hoop aandacht natuurlijk, in een groot stadion, veel publiek. Er gebeurt ook wat met je, daar hadden we het over. Het is niet alleen maar voetballen, hè. Hij valt dan in zo'n belangrijke wedstrijd. Nou, hij wil zich laten zien, maar dat doet hij natuurlijk niet expres. Dat snap je wel. Maar dan gaat hij een paar keer bal verliezen en schiet hij een keer op goal. Ja, die gaat bij de cornervlag, komt hij uit. Hij heeft het lef wel, maar hij moet nu ook begeleid worden in... Ik ben bij een grotere club, wat wordt er van mij verwacht? Dus steeds maar weer om aan te sluiten bij dit level. Dat is niet zomaar iets. Kijk, het publiek geeft me, Taha, slecht Taha. Die jongen wil heel graag natuurlijk. En die denkt, nu moet ik hem pakken en nu krijg ik die kans. Ja, dat mondt dan uit. Toevallig komt daar een goal uit die ik niet helemaal aan hem toeschrijf. Want we hebben nog 3 spelers daarachter staan op dat moment die ook nog in de fout gaan voordat die goal valt. Dat is zo makkelijk. Hij geeft die bal verkeerd breed.
Maar het is zo makkelijk om dat altijd meteen eruit te lichten. Nee. Eén speler die je er wel uit had gelicht was Bruns. Ja, die vond ik goed. Wij spraken hem over hoe het nou eigenlijk mis kon gaan tegen Sparta. Wat waren de aanpassingen die jullie in de tweede helft hebben gedaan om het daar anders te spelen? Vooral wat hoger met de lijn van 5 als we in laag blok kwamen. Voor was het makkelijk tussendoor omdat onze middenvelders soms te laag zaten en we zeg maar, geen druk kregen op hun middenvelders. En ik denk dat we daarin wat sneller doorgingen in de tweede helft en we daarom ook beter druk kregen op hun. Ja, en dat merk je gelijk, dat je daar ook meer kans uit krijgt. Dus ja, dat ging de tweede helft wel een stuk beter. Vind je het leuk, zo'n jongen uit de regio in het eerste? En hij staat er wel. Zeker. En hij heeft er ook best lang over gedaan, hè, om op dit niveau te komen. Je hebt net over het AH. Het duurt gewoon een tijdje. En sommigen gaan het heel snel pakken, maar sommigen hebben ook wat langer nodig. En, Rots heb je ook kunnen zien. Ja, precies. Dus soms moet je ook gewoon geduld hebben en wel vertrouwen hebben in de kwaliteiten van zo'n jongen. En ja, je ziet nu dat hij echt... Ja, hij is nu een volwassen, jonge prof en weet ook wat er gevraagd wordt in wedstrijden. En hij kan het gewoon hartstikke goed uitvoeren tot nu toe. Was jij ook vroeger altijd direct een prof, zeg maar? Of heb jij ook een periode gehad waarin je het wat moeilijker had om die overstap te maken? Nee, eigenlijk niet. Ik was eigenlijk best wel snel. En waarom weet ik niet, maar de trainingen, ik vond elke training leuk en ik wilde ook elke training alles eruit halen. En dat ging vanzelf bij mij. Ik bedoel, dat is geen verdienste, dat zat gewoon in mij. Dus wat dat betreft was ik best wel snel. Ik heb denk ik een half jaartje in tweede gespeeld en toen ging ik al over en daarna ook niet meer eruit geweest. Nee, ik had dat niet. En sommige jongens naast mij, die wel. En bij sommigen duurde het wat langer dat ze er kwamen of ze vielen af. Dus ja, dit is ook maar een beetje jouw karakter. Hè? Mijn karakter is zo. Dus dat is... Wat was in jouw tijd dan bij Twente, zeg maar? Onder 16 was je jong zelf al, onder 15? Je had vroeger alleen, toen ik bij Twente kwam, was alleen onder 19, dus A1. Oh ja, en dan kreeg je jong en dan 1. Ja, nee, ja. Je kreeg A1 en je kreeg tweede en oh ja, eerste. A1, tweede. En jij bent binnengestroomd in A1? Ja. Ja, dat al wel. Als 15 jaar. 15 jaar, ja. Dat is goed. Ja, ja. En ik heb 3 jaar daar gespeeld en toen naar tweede en toen... Ja. En toen ik zeg maar na 3 jaar, toen was het ook wel een B-jeugd toen al. En toen kwam, toen is die academie. Ja. Die is toen groot geworden. Ja. Dus FC Twente speelt dit aankomend weekend niet tegen Heerenveen. Dat was een wedstrijd, is uitgesteld. Is dat handig om die ene in een veel te druk systeem nog te proppen? Ja, dat kan ze niet wel en niet, hè? Ja. Dat kan wel en niet goed uitpakken, want je bent even misschien een soort van ritme waar je in zit, maar door blessures en wat pijntjes en alles, je speelt nu over 2 weken, dus op zich is dat wel goed. Maar goed, dat is geen nieuws wat ik vertel, dat komt straks weer en 3-dubbel. Maar dan gaat het echt donderdag, zondag, en dan praat ik over september en oktober. Ja. Dus de selectie die krijgt echt nog wel wat te verduren qua wedstrijden. Ja. Die gaan er echt veel spelen. Dus dit is even leuk nu. En vooral voor Lammers misschien wat hij heeft, dat hij even de rust kan pakken. Maar er gaat straks een portie wedstrijden komen achter elkaar. Tot aan december sowieso. Dus. Dit is de stand zoals het er nu bij staat. Zijn er ploegen die jij bovenmaat vindt presteren? Waarvan je denkt... Nou, je ziet het, hè. De nummer 2, de nummer 3. 6 is nog is Willem 2, dan gaat het al ietsje minder. Nou, dan krijg je normaal Ajax wel tegen. Maar goed, dat heb ik Bertel van tevoren gezegd al toen we hier waren. Dat wordt dit seizoen weer hetzelfde, denk ik. Ja, de rest staat wel ongeveer, Heerenveen zal nog wel iets klimmen. Maar het is 2 potjes, man, daar praat je over. Daarom, ja, nog veel, veel meer te gaan. Go Ahead had ik ook verwacht, dat zei ik vorige week. Dat is moeilijk. Die hebben echt 2 jassen uitgedaan in plaats van een jasje. Die hebben echt 4, 5 waardevolle basisspelers verloren. Keeper nog. Ja, kijk, Groningen, Fortuna zakken nog wel. Ja. AZ blijft erbij. Het gaat toch weer. Dat Fortuna Groningen echt heel blij zijn. Dat is nu al 6 punten. Ja, natuurlijk. En dat is mooi voor ze. Ja. Het is tijd voor thee. Want we gaan naar de rust doen. Doe het apparaat weer. We moeten zo even weer een cappuccino. Ja, maar dan zal ik een echte zeggen. Die cappuccino kwam eruit als bier. Hij zegt, doe dat maar. Ja, maar dat zijn ze in Tuberg, zijn ze dat gewend. Ja. Dus mocht je uit Tuberg kijken, hij zegt, het wij hebben die bier uit de kraan. Dat is lekker, man. Zometeen in de tweede helft gaan we het hebben over een bizarre strafschoppenserie in Amsterdam. En een vroege voorsprong voor de Almeloers op PSV. Dat is zometeen. Tot na de rust.
De held van Amsterdam is geworden, Remco Pasveer. En een turbulente wedstrijd in Almelo. Het is 19 augustus en dit is de tweede helft van 21 voetbaltijd met René Wagelaar en nog steeds Bertel Tavers. Ja, we starten de tweede helft na een goed kopje koffie met het rubriekje Langs de Velden, want we gaan wat voetbalnieuws bespreken. Ajax heeft zich namelijk donderdag geplaatst voor de play-offs van de Europa League na een zenuwslopende strafschoppenserie tegen Panathinaikos. In een zinderend duel hadden de Amsterdammers uiteindelijk bijna een half uur en maar liefst 34 penalties nodig om de Grieken te verslaan. Het was een historische overwinning, want voor het eerst in hun Europese geschiedenis slaagde Ajax erin om na vijf eerdere mislukte strafschoppenseries een Europese wedstrijd via penalties te winnen. Pasveer was de helft van de avond. Vijf gestopte penalties. Mooi voor zo'n jongen toch? 41 jaar. Maar er was ook een wijk achter het stadion. Daar was Brobby de held. Die jongen heeft die bal gepakt. Die schoot hem even over. Zoals Siert de Vos zei. daar heeft de overzichtstoren van Schiphol nog moeite mee gehad. Zijn nog koekoek, toch? Ja, dat is zijn patent. Hè. Dat durf ik hem niet na te zeggen. Dus dan krijg ik nog een zaak tegen mijn broek. Maar pas weer hier nog gehuld in Vitesse kleren. Vind je het leuk? 41 jaar. Krijgt het vertrouwen. Van een trainer en staat er dan ook. Tijdens de wedstrijd was hij ook goed. Ja, was goed. Hij doet het nog goed. Hij is nog fit. En veel ervaring. Wordt niet gauw zenuwachtig natuurlijk. Maar ja, er zit weer wat anders achter. Want ze willen Roelie kwijt voor geld. En die Ramai. Is al weg. Die is al weg. En Ramai nog weg. En dan willen ze dat zo oplossen met Gorter 2. Maar ze moeten geld hebben om andere posities te versterken. En met Pasveer kun je gerust Europees en in de competitie. Super nog. Kan nog wel een jaar. En dan zie je wel weer verder. Maar Ajax komt geld tekort. Je ziet het. Weghorst is er nog niet, omdat Akpom er nog loopt. En maar ja, er liepen er gisteren een paar. Potverdorie. Dat was ik heb zonnebril opgezet. Ik denk, dit is niet om aan te zien. Manswerk. Nieuwe trainer. En om het bij nieuwe trainers even te laten. Want de Nederlandse trainers in de Engelse Premier League hebben hun eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Bergentheimse Arne Slot, die van Feyenoord naar Liverpool ging, wist voor het eerst sinds 1992 de eerste speelronde te winnen met 2-0. Ook streekgenoot Erik ten Hag won in de dying seconds van Fulham door het doelpunt van Joshua Zirkzee. Hoe vind je dat zij het daar doen? Nou ja, je kijkt dan geen Engels voetbal. Nee, ik kijk geen Engels meer. Maar het is toch leuk, zo'n Ten Hag ook. Je hoort nu, vorig jaar was het Ten Hag oud. Nu zijn ze allemaal tevreden, zien ze het. Eredivisie selectie. Ja, hij was al met anderhalf been buiten natuurlijk. De directie en iedereen was er wel klaar mee. En hij heeft het toch kunnen keren nog. Dat hij nog weer kon bijtekenen zelfs, een jaartje erbij. En ik denk dat Ten Hag nu denkt, weet je wat joh, ik haal gewoon al mijn oude spelers op. Waar ik het vertrouwen altijd van heb gehad en waar ik mee kon samenwerken. En dat zijn er een stuk of 5, 6, 7 inmiddels. En de staf eromheen, allemaal vrienden. Ik heb uitgerekend, alleen Bleuming, Rutte en tevoren hoeven er nog maar in. Dan kan hij de verjaardag in Engeland houden, hoeft hij niet naar Nederland terug te vliegen. Heeft hij ze allemaal, heeft hij al zijn vrienden en spelers. Dus dit... Als dit niet fout gaat, ja, dan vreet ik een bezemsteel op. Ken jij hem? Want als hij drie keer verliest, begint het. Erik, ik heb lang met hem gespeeld, vanuit de jeugd eigenlijk. Dus ik ken hem, als voetballer ken ik hem heel goed. Als trainer niet, maar goed, dan zie ik hem ook van afstand. En ik vind Erik een hele goede trainer. Als je ziet wat hij al gepresteerd heeft, dat is echt ontzettend goed. Wat hij nu doet is, net wat René zei... Het is wel gevaarlijk, hè? Ik bedoel, het moet wel goed gaan dit. Die jongens hebben natuurlijk wel heel veel kwaliteiten, alleen hij wordt er wel op aangesproken als misdaad straks. En, maar goed, aan de andere kant, voor hem is het ook wel fijn dat hij die jongens kent, vertrouwen daarin heeft, in zijn staf. Hij haalt dan zijn vrienden op, maar die vrienden hebben ook wel kwaliteiten, zeg maar. Dus, zijn geen pannenkoekenbakkers. Nee, dus. Maar goed, als het even niet goed gaat, word je daarop afgerekend. Dat is het gevaar. Maar ik denk dat hij dat ook wel weet. Ja. Maar dat hij wel vertrouwen heeft in die jongens die hij aangesteld heeft. Precies wat Bertel zegt. Hij heeft dat wel door. Maar hij denkt, kan beter dit gokken dan dat ik met hele nieuwe spelers en nieuwe staf er weer omheen kom die ik niet echt ken. Nee, precies. En dat is veel moeilijker voor hem. Hier kan hij in ieder geval op bouwen en op vertrouwen. En dan moet hij maar zien hoe het afloopt. Maar verliest hij er drie?
Nou, dan kan je de kranten klaarleggen. Dan gaat het beginnen weer het verhaal. Arne Slot ging er ook naartoe. Er zijn in de 7 betaalde voetbalcompetities in Engeland 132 ploegen. 131 hebben er een transfer gehad en 1 niet. En dat is Liverpool. Hij doet het gewoon knap. Met het oude materiaal. Dat is heel knap. Ja en wat ik al voor de uitzending zei, hij laat direct zijn handdruk zien hoe hij wil spelen. En die jongens pakken het ook heel snel op. Dus dat wil zeggen dat hij in de voorbereiding heel snel die groep naar zijn hand heeft kunnen zetten in hoe hij wil spelen. En dat typeert wel een toptrainer en wat hij gewoon is. En ik denk dat hij ook qua uitstraling en qua communicatie ook... Nou ja, in Engeland is dat natuurlijk enorm belangrijk. Ik heb in mijn interviews gezien, waar ik Ten Hag soms nog wel eens daarom moet lachen om het twengels, zeg maar. Is Slot best goed, goed wel bespraakt? Ja, Slot kan gewoon goed praten. Ook in Nederlands, maar ja, goed, hij heeft Engels heeft hij zich heel snel aangeleerd. En, ja, dus hij kan gewoon heel snel denken, dus hij kan ook goed praten. En dat is wel... Dat is, ontzettend belangrijk voor de beeldvorming. Tuurlijk, je moet presteren, maar als je dat... Prestatie is ook heel veel. Als jij aanbod krijgt van bijvoorbeeld een onder 18 of zoiets in Engeland, zou je dat dan willen doen? Zou je dat aandurven op dit moment in je carrière? Ja, dat zou ik nu wel doen, ja. Maar dan zit je ook op een niveau... ben je als jeugdtrainer bezig? Ik denk dat elke jeugdtrainer in waar ik zit, zeg maar, dat 100% wil doen. Valt voor mij ook nog heel veel te leren. Ik ben misschien wel iets ouder als jeugdtrainer, maar als trainer ben ik eigenlijk nog best wel... Ik denk 8 jaar trainer nu. 9 jaar. Dus ik heb nog heel veel te leren, dus dat zou ik zeker... Heb je daar ook alle papieren voor? Ja, ik heb alleen de hoogste licentie niet. Dus ik mag niet een BVO leiden. Wel assistent? Ja, assistent wel. Ja. Dat is al mooi. Is dat, ligt dat jou ook meer, assistent, dan de hoofdtrainer? Nee, maakt me niet uit. Nee, het maakt me echt niet uit, want bij TVC ben ik hoofdtrainer gewoon van een amateurclub, 4e divisie. En ik moet zeggen, dat eigenlijk ligt mijn hart daar wel wat meer in hoofdtrainer zijn. Dus dan kun je eigen ideeën kwijt, je eigen beslissingen nemen. Dus dat is wel fijner. Alleen, ja, ik weet gewoon dat ik co-trainer ben bij onder 19, bij Twente, Heracles. Dus dat is wat het is. Als de samenwerking met de hoofdtrainer maar goed is, wat mij betreft. En die is tot nu toe hartstikke fijn. Maar die blijft wel goed. Want ik ken Nick Loijs wel goed. Dat is een top kerel. En als trainer ook hele goeie, maar ook als mens. En daar kan Bertel zeker wel mee door één deur. 100%. Is dat ook belangrijk, zo'n band tussen de hoofdtrainer en de assistent? Ja, vind ik wel. Als je op de achtergrond de motorzaag hoort, dan moet je het heel seizoen opletten. hebben Henry Kruse gezien. Peter Bos over Henry Kruse huilend voor het seizoen. Ja, nou, dat was dan GTST. Maar ik vind, een assistent moet complementair zijn aan de hoofdtrainer. En die moet niet gaan zagen, nooit, no way. Maar het gebeurt heel veel. Er gebeurt ontzettend veel in de voetballerij. Bij de jeugd zal er nog iets minder zijn. Bij de jeugd gaat het natuurlijk om de jongens. En bij het eerste natuurlijk ook wel. Maar daar gaat het ook wel veel meer om presteren en de druk die erbij komt. Maar nu gaat het gewoon om die jongens gewoon beter te maken. En zorgen dat ze klaar zijn voor de stap. Als ze talent hebben. Dan kun je elkaar wel in haren zitten. Maar dan heb je niet de goede focus. Van het kan wel zijn dat je met iemand niet kan toevallig. Nee, 100%. Dat heb ik in de jeugd ook wel eens meegemaakt. Elkaar. Nee, maar goed. En dan krijg je frictie met elkaar. Dat is ook niet goed. Het moet wel één team zijn. Dan gaat het wel ten koste van de jongens. Ja. Daar moet de leiding natuurlijk wel goed naar kijken. Van ja, past dit, past dat. Maar tot nu toe gaat het hartstikke goed. Heracles speelde gisteren tegen PSV. Daar gaan we het even over hebben. Ja, want ik kreeg gisteren kreeg ik een appje van jou. Waarop jij, we gaan alvast heel even kort vooruit lopen, want ik wil gewoon even zo beginnen. Maar jij zei, punten zijn binnen voor mij. Ja. Want het werd nog even 3-1. Ja, het werd 3-1. Maar dan? Had je niet verwacht? Of? Jij had voorspeld. Dat is het hem juist. Gaan we zo meteen tijdens Wagenaar zijn gasten erop hebben. Maar was de wedstrijd te lang? Kwaliteitsverschil blijft natuurlijk groot. Maar dat was gisteren het eerste uur niet direct merkbaar. Heracles zat er fel op. Staat goed het team. Achterin staat goed met Mezik. Linksback moest Rooskeven omdat die andere Italiaanse jongen geblesseerd was. Milani. Ja, het staat eigenlijk wel goed bij Heracles op dit moment. En voorin moet er wat bij. Daar zijn ze ook mee bezig. Ze proberen nog een nieuwe aanvaller erbij te halen aan de buitenkant. Je moet ook een beetje geluk hebben. Til neemt een bal verkeerd aan.
En aan de binnenkant die springt hem van de voet en Mesic loopt. En die loopt zo en die loopt die bal mee en die gaat langs de keizer. Ja, dat zijn van die... En dan is het 1-1. Ja. Tuurlijk, het is nooit erg. Het kwaliteitsverschil is groot. Maar dan knakt er iets en dan wordt het snel 1-2. En dan, ja, is het eigenlijk wel gebeurd. De laatste half uur was het klaar. Heb je er met plezier naar gekeken? Ja, absoluut. Leuker dan vorig seizoen. Ja? Ja. Je hebt een sapje uit de koelkast, pak je daar lekker? Nee, dat staat altijd klaar naast mij. Dat staat altijd klaar. Ja? Ja. Wat voor sapje dan? Oh, deze neem ik altijd. Dit is een soort energiedrankje, dat is wel lekker. Die vind ik wel lekker, ja. Die neem ik altijd. Ja, je moet ook wat. Je hebt de wedstrijd dus ook gezien, Bertil. Hoe kijk jij daar dan naar? Kijk jij ook met andere ogen soms naar Twente? Omdat je natuurlijk, of naar Heracles... Nee, dat niet. Gisteren keek ik wel van, zit er wat meer pit in, zeg maar. En dat was absoluut zo. Dus ja, de spelopvatting van Heracles was gewoon we gaan ons niet ingraven en laten overlopen, maar we gaan er vol op. En ik moet zeggen, dat deden ze als team hartstikke goed. Die Rooskus vond ik daar echt wel een goed voorbeeld van. Die zat die Bakayoko constant erbovenop. Ja. En die op een gegeven moment was hij gewoon geïrriteerd. Ja. En ja, dat moet je hebben, zeg maar. En op basis daarvan vond ik dat ze echt wel een punt hadden verdiend. Want na die 2-1, ze kregen de 2-1. Toen kwam weer twee afgedoelde keer. Toen gingen ze het PSV ook nog wel moeilijk maken met een aantal uitbraken. Dat ik dacht, van, nou, als daar eentje van ingaat, dan zou echt wel verdiend zijn. Maar ik denk dat de trainer heel blij is dat hij dit elftal heeft gezien. Ja. Dat ze dit kunnen brengen tegen PSV. En kun je wel meer verder. Hier kun je wel meer verder. En hopelijk kunnen ze dat thuis uitbreiden naar gevoel van dat het publiek erachter komt te staan. En dat ze dan punten gaan halen. Want ik vind dat ze wel nu, als ik dit elftal zie. Ja, er mis sowieso hier en daar mis je nog wel spits, wat. Spits, hè? Een spits, zeker. Ja, want Erwin van der Looy kijkt het programma. Dat kunnen we uit oude afleveringen... heb jij tips voor hem? Hij moet hopen. Hij moet hopen dat die spits erbij komt, die jongen. Dat is een echte winnaar. Dat is een type Weghorst een beetje. Maar iets verfijnder nog wel. Maar wel een type winnaar. Dwars het vier muren als moet. Die kunnen ze gebruiken. Hebben ze Hornkamp er nog achter. En dan hebben ze nog een blessure. Even kijken wie is er nog meer geblesseerd. Verdorie, nog een belangrijke speler. Janusek, middenvelder. Mm-hmm. Ook een hele goeie. Naast Keersmaker en Blok. Dat is ook een hele goeie. Voor Heracles begrepen dan, hè? Echt een goede speler. Als ze die twee erbij hebben en nog een nieuwe aan de buitenkant. Limbombe valt wat tegen, blijft een beetje top KKD. Maar als daar nog een nieuwe komt, ja, dan zou ik niet weten. Heracles 12-13 is niet moeilijk dit seizoen. Ja, dat schrijf ik op. Nee, ja, ik heb het net naar de Hoogma gefaxt. Ja, ik heb het naar Hoogma gefaxt. Komt binnenkort, dan kunnen we het ook aan hem vragen hoe hij het voor zich ziet. Ja. Maar in ieder geval, nou ja, dan kan Erwin, mocht je kijken, tip van Flip, speciaal door René gedaan. Ja. Krijg je dat toch weer mee, hè? Ja. Zo doen we dat. Spelen tegen Willem II aankomend weekend. Willem II, promovendus. Moet kunnen. Ja? Ja, moet kunnen. Ja, ja. Willem II gisteren gezien. Heb jij gezien, Willem II? Ik heb Willem II niet gezien. Nee. Go Ahead is matig, die speelde dan weer tegen Go Ahead. Of tegen Willem II. Maar Willem II, nee, dat houdt niet op. Dat moet wel kunnen hier in Almelo. Echt. Ja. Ja. Nou, ik denk dat ze daar ook de punten van moeten pakken. Ja. En dat zijn wel de wedstrijden in dit seizoen, zeg maar, waar je gewoon 3 punten moet pakken. En dat was dus, vorig seizoen een vraag. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan afgelopen weekend tegen PSV. Dan is alles wat je pakt is meegenomen. En nu moet je wel punten pakken. En dat vergt wel wat anders, zeg maar. Ja. Dus dat is ook wel weer leuk om te zien hoe zo'n ploeg daarmee omgaat. En maar met dezelfde instelling? Nou ja, goed, daar gaat het om. Ja. En nou goed, als je dat samen kunt doen op het veld, dan heeft Heracles denk ik wel de kwaliteit om van Willem II te winnen. Ja. Kunnen spelers uit jouw team, zie jij daar potentie in om de positie, zoals René het heeft gezegd, om die te versterken bij Heracles? Aangezien er toch een goede doorstroom ook is, omdat ze natuurlijk ook een beetje zoekende zijn misschien? Ja, nou ja, goed. Er is net een jongen toegevoegd aan de selectie, een buitenspeler van ons, van onder 19, Jandro Sambo. Die is op proef geweest daar in de voorbereiding. En die hebben ze gewoon gezien van, die jongen die past echt in ons plaatje, dus die pakken we erbij. En nu is het afwachten, zeg maar, of die het gaat pakken, zeg maar, en of die heel snel al daar in de basis kan spelen. Ik denk dat nog wel wat tijd nodig heeft. Zoals meerdere jonge jongens gewoon... 17, hè? Nou, ja, hij is volgens mij... 17. Hij is nog 17. Ja. Ja, deze maand wordt hij nog 18. Ja, okay. Maar hij is fysiek heel erg in orde. Hij is snel. Ontzettend goede. Brutaal en goed schot. Als hij naar binnen komt, kan hij echt een goal maken. Dus
Dus de Heracles supporters kunnen alvast een shirtje met zijn naam achterop staan. Nou ja, hij heeft wel een goede naam ook, hè, Sambo. Ja. Dat is gewoon de Samba in Heracles. Ja, precies. Maar ze hebben denk ik nog wel een speler nodig die direct staat op die positie. Daar zijn ze ook wel mee bezig. En dan zal hij er mooi achter kunnen. En ja goed, we hebben wel wat meerdere spelers die ook die potentie hebben. Je hebt er nog één vastgelegd, Bertel, bij Heracles, Tente of zo. Ja, linker centrale verdediger. Die hebben ze ook vastgelegd. En ze hadden natuurlijk al... Een goede achternaam trouwens, Tente. Echt een mooie Twentse achternaam. Ja. Toevallig... Wildman hebben ze nog als groot talent. Komt uit Geesteren, hè? Dus Job komt uit Geesteren. Oh, ja. Dus en Bultman hebben ze al vastgelegd, ook een hele jonge centrale verdediger. Die heeft al zijn debuut mogen maken vorig jaar. Die heeft een zware blessure. Ja, was René groot fan van. Ja. Bultman, absoluut. Ja. Ik ging bij Twente dus Mes Bay en Bultman. Ja. Wie houden, wie niet, kozen ze daarvoor. Ja. Dus dat is een keuze die je maakt, maar dat is een goeie. Dat is het ook. Ja. En Job is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan linker centrale. Dus Heracles, die plukt ook echt wel de vruchten van de academie. En, geeft ook voldoening voor jou, volgens mij. Nee, dat is hartstikke mooi. Als ik kijk, ik ben nu 4 jaar trainer en hoeveel jongens al een contract hebben kunnen tekenen. En nu bij Vitesse zit Irakli. Die heeft ook al zijn debuut mogen maken. Zit bij de selectie bij Vitesse nu. Dus dat is gewoon hartstikke mooi. Sibrandi is klaar? Nee, die is niet klaar. Die hebben ze gewoon afgetest bij Vitesse. En die komt nu gewoon weer bij ons in de onder 21. Maar ook daarin heb ik daar nog volste vertrouwen in. Want die jongen die heeft even een jaar moeilijk gehad. Maar die krabbelt nu al omhoog. Ik vind dat een beetje van Leeuw vooral. Ja, maar sommige jongens hebben wat langer nodig. Hoeveel tijd krijg je? Ja, precies. Nou goed, dat is de vraag. Ja. Kijk, Van Leeuw was een groot talent. En die was bij Twente en die zou één halen. Maar ik zag het daar nooit in zitten. Helemaal nooit. Maar uiteindelijk heeft hij dat niet gehaald. Nou, dan kun je zeggen, wat is wijsheid? Maar het gaat op een gegeven moment om, je moet wel in de jeugd een beetje bovenuit steken al, vind ik. Wil je de laatste stap? Jawel, maar ik zeg, sommigen hebben gewoon wat langer nodig en die zijn met 22 eindelijk daar waar ze moeten zijn. Via een andere weg. Ja. Ja, dat kan. Ja. Ja. Dus Raakli kan via Vitesse nog wel weer een stapje maken. Absoluut. Ja. Het is toch ook dat het amateurvoetbal of de hoogste klasses daarin, dat ook gewoon redelijk betaald, dat toch ook een keuze is? Jawel, maar je wilt liever BVO voor 10.000 per jaar dan in 50.000 bij de amateurs. Tenminste, ik wel. Als je jong bent en je hebt ambitie om profvoetballer te worden, dan... Maar het wordt wel goed betaald natuurlijk. Hardenberg en noem maar die tweede divisie. Dat is al heel goed. Ja, zeker. Ja. Ik ben trainer van de vierde divisie. Er zijn een paar clubs bij die betalen ook gewoon heel goed. Ja, dat hoeven we niet te zeggen. Dit kan alleen TVC is daar een uitzondering op. Samen met Heino volgens mij, denk ik, in die divisie. Maar goed betaald. Dit kun je misschien uitknippen, maar ik kwam ook met een Ferrari aan, hè. Ja, maar dan met 2 wielen. en een fietssleutel erbij. Ja. En niet elektrisch. Gewoon al uitvoering. Maar er zat een spatbord op. Dat is wel weer belangrijk. Ja. We hebben het over hoge prijzen. Maar we gaan naar de prijzen. Want het is tijd voor de winactie. Altijd het leukste momentje ook, hè? Lekker. Voor de mensen thuis, mochten ze zitten te kijken en je denkt van... Oh, we zijn een beetje in slaap gesukkeld. Zijn ze weer helemaal nu, terug. We zijn er weer. Ting, ting, ting. Want René, vorige week was er de winactie voor de bal. Dat is Jolien. Nou, dat zal wel Jolien zijn. Omdat onze zoon, zodra hij wakker wordt, al wil voetballen. Ik word later profvoetballerman. Let maar op. Dat was de reactie die ze achterliet. We zien het hier voorbij komen. Jolien, mag ze de bal opkomen halen hier? Lijkt me wel. Dan nemen wij... contact op en dan kan zij hier naar het pand van Eentente komen. En dan zal ik zal mijn eigen handig overhandigen. Ja, dus dat komt goed. Komt helemaal goed. We hebben dan ook een nieuwe winactie. Kijk, Oldenzaal. Hey, deze week kom je nog misschien. De Boeskool is los. Heel leuk. Ja. Ken je dat? Ja, ik ken het. Volgens mij zag ik in de groep van TVC al wat langskomen. Want wij spelen aankomend weekend Kwik 20 eerste wedstrijd competitie uit. Kijk eens aan, dan kun je gewoon met de wisselspelers beginnen. Die liggen nog op bed. Die kun je wel winnen. die zijn allemaal... Ik denk dat die Ferrari met die fietssleutel weer zal gaan. Die zijn weg. Ben je een beetje een feester, Bertel? Nou, ik vind... Zelf een feestje op zijn tijd best gezellig, toch? Ja, kunnen ze dat een beetje in te werken? Carnaval, ja. Tuurlijk, man. Ja, dat vertel. Nee, zeker. Nee. René, winactie, voordat we afgeleid raken. Een waardebon van de dominee. Dominee, Oldenzaal,
Deze week natuurlijk s'avonds niet geopend. Dat wil zeggen wel open voor buiten het terras, alles, maar geen eten meer. Maar dat wordt dan maandag toch bekendgemaakt. Dus ja, volgende week komt die waardebon. Ja, de waarde van €75. Ja. Dus kan je toch met twee mensen van eten. Voor iedereen, hè? Het is geen hele luxe... Nee! Je kan gewoon als normale... Nee, leuk man. Dat moet wel eens een drempel zijn. Als ik een kind aan huis ben, dan weet je genoeg... Kijk eens aan. Wil je nou kans maken? Laat een reactie achter op Instagram, op Facebook. Of Facebook, waarom jij deze waardebon wil winnen. Onze Instagram, voetbaltijd.talkshow. Volg dat, laat daar een reactie achter. En op Facebook kun je ons ook op vinden op de naam Voetbaltijd. Einde van het seizoen kom jij er ook wel terecht met mij. Dan verlies jij die winactie zometeen die we hebben. Wel, we gaan naar Wagelaar tegen de gasten. Ik vind het zo leuk, hè? Ja, dit is zo lachen. Ja, maakt niet uit wie er tegenover hem zit. Omdat hij voor staat, vind je het. Ja, maar het hele seizoen battle vorig jaar. Het hele seizoen stond ik dik voor. En zat Van Halstade. Nou, die houdt nog wel van een bluffje links en rechts. En hij zou me inhalen. Hij zou dit en einde van het seizoen lekker eten. Heerlijk, man. Ja. Hè? Einde van het seizoen. Nee, ja, ik zal dan zeggen. Ik hoop dat. Ik neem je graag mee. Ja. Dan laat ik dan heel nederig zijn. En mij zo opstellen. Ja. Dat ik hoop dat jij met minimaal verlies mag verliezen. Nou, dat is dus, goed, gewoon 23, 22. Ik gun het jou ook, dus doe je best. Battle moet nu voor jou. Voordat mensen denken van wat gaan we nou precies doen. Bij 120 voetbaltijd doen we altijd het voorspellen. Wagelaar versus de gasten. René die heeft zijn voorspelling klaar liggen voor de wedstrijden. En kan daar punten mee verdienen. Bij mij doen de gasten dat. Mijn lot ligt in jouw handen, Bertil, voor de aankomende wedstrijden. Moeten we wel even bij vertellen, het is dus 2-0, omdat jij, je had Salzburg had je goed voorspeld. Ja, gelijk en je had Heracles had je goed voorspeld. Ja. En FC Twente hadden ik 2-1 had ik gezegd, dat was mis. Dat was de voorspelling. Barnard Schuiteman heeft mij uiteindelijk niet de gewenste resultaten opgeleverd. Volgende week, ik weet eigenlijk niet wat we moeten doen. Wordt niet gespeeld, dus FC Heerenveen gaan we overslaan. Het zal dus, ik kan niet op voorsprong komen. Doen we TVC? Dat kunnen we wel doen. Ja. Tegen wie spelen jullie het weekend? Dat heb ik mij niet... Quick 20, dat was hem, ja. In Oldenzaal. Ja? In Oldenzaal. Nou, gaan we voorspellen. Zondagmiddag, hè? René, jij mag eerst. Zaterdagmiddag. Het is nu zaterdagmiddag. René? Wat? Quick 20 TVC? Ja? Dat wordt 2-2. Bertil? Dat wordt 1-3. Zo. Ja, nou ja, daar teken ik wel voor. En dan hebben we Heracles tegen Willem II. Bertil, begin ik bij jou? Dan gaat Heracles winnen. Ik denk 2-1. Ik ook. Dat had jij ook, hè? Ja. Ja, ja. Ik had ook 2-1, maar dat maakt niet uit. Ik had ook 2-1. Maar dat maakt niet uit. Ik moet hem even opschrijven. We doen gewoon... Ik maak er niet zo'n probleem van, René. Als ik jou uit eten moet nemen, vind ik het hartstikke prima, joh. Ik heb echt 2-1, want Heracles scoort Je hebt het ook opgeschreven, heb ik gezien. Nou, daar had ik in moeten pen hebben, maar... Je had net een pen in je hand, maar maakt ook niet uit. Ja, maar je hebt erover na kunnen denken. Ik niet. Dat is ook een voordeel. Maar dan hebben we het allebei gelijk. Dankjewel, Bertil, ter avonds. Leuk dat je er was. En dat je dit uurtje twee helften voetbaltijd hier hebt meegemaakt. En ik hoop je snel nog een keer terug te zien. Succes aankomend weekend tegen Quick 20, de seizoenstart. Ook succes bij de jeugd van de FC Twente Heracles Academie. René, jij ook hartstikke bedankt. Maandag, gast. Volgende week maandag hebben we een vriend van mij, John Verhoek. Ja. Oud-speler van ADO Den Haag. Heeft bij Osnabrück gespeeld. Maar vooral furoren gemaakt bij FC St. Pauli. Broer van Wesley. Broertje van Wesley. Daar kennen we hem van. En uiteindelijk heeft hij ook een goede link met Sam Stein. Daar is allemaal meer over volgende week. Laten we gewoon even een teasertje eruit gooien. Ja, ja. Doen we gewoon. Vergeet ons niet te volgen op YouTube, Spotify en Instagram, TikTok, Facebook. Het hele riedeltje. Als ik het moet faxen naar je, doe ik dat ook wel. Neem ik alle tijd voor. Bedankt voor het kijken. En wij zien jullie volgende week.